echt een groot kippenhok, joh. Ik word er helemaal. Ik zei ook van, nou, als we nu dan nog één vrouw erbij, dat gaat gewoon niet meer. Dus we hebben nu ook de deur dicht voor vrouwen. Een anti-vrouwenbeleid. Ja, anti-vrouwenbeleid. Ik ben hier op het MKB Ondernemerscongres en ik heb met een aantal ondernemers afgesproken om te praten over een heel belangrijk onderwerp, namelijk personeel. En een van die ondernemers is Manon van Essen. En Manon, jij zit in de gezonde pizza's. Ja, dat klopt. Met een hele mooie naam. Hoe heet het merk? Maggioni. Maggioni. Ja. Maggioni, toch? Ja, dat klopt. Ja. En wat gezonde pizza's. Het klinkt in mijn mannenbrein van, nee, een pizza hoort ongezond te zijn. Ja, nou, ik zal het even voor je uitleggen. Ik was met vriendinnen in de kroeg. En toen zaten we met een groepje en een van mijn vriendinnen zei van, ja, weet je wat het is? Ik ben wel aan de lijn, maar ik hou gewoon niet van sla. Ik wil gewoon pizza kunnen eten en dan word ik gewoon niet, als ik dan niet dik word, dat is gewoon de ideale wereld. Ja. Dus wij zeiden, hup, nog een fles wijn en proost erop. En toen een paar maanden later, toen dacht ik, maar dat is best wel cool. Als je gewoon een product kan maken voor eigenlijk de meest ongezonde doelgroep ter wereld. Als je dat gezonder kan maken, dan maak je echt impact. Ja. En welke supermarkten lig je allemaal? Albert Heijn Plus, Jumbo. Dat is best wel goed, want je komt niet zomaar binnen bij dat soort grote merken, toch? Nee joh, ik moest echt, het was echt een hel. Ik moest dus echt gaan pitchen daar bij de Albert Heijn met mijn eigen product. En eerst dacht ze, ja, leuk meisje, maar een bloemkoolpizza voor de massa, dat zien we nog niet echt zitten. Dus ik had 29 winkels gekregen en toen moest ik mezelf bewijzen. En dat heb ik denk ik gedaan, want nu liggen we dus in bijna 1000 winkels en verkopen een aantal 1000 pizza's per dag. Dus, wow. Ja. 1000 pizza's per dag? Ja, meer dan dat. Ja, echt waar, ja. Maar dat maak je niet meer zelf, neem ik aan. Nee. Dus hoe gaat dat? We werken nu op kantoor met 8 en dan op de productielocaties zijn natuurlijk ook heel veel mensen voor ons aan het werk. Ja, oké. Okay. Ja. En die 8 mensen op kantoor, die heb jij ook echt in dienst gedaan, toch? Ja. En wat doen die voor je? Ja, wij zijn voornamelijk sterk op social media, dus we hebben op Instagram best wel wat volgers. En daar putten we ook eigenlijk uit. En daarnaast doen we allemaal marketingactiviteiten om gewoon het brand te boosten. Waar wil je heen groeien? Wat is je idee? Ja, ik heb altijd wel heel erg veel drive gehad. Dus mijn ambitie is altijd de grootste te worden. Ik zou het een eer vinden als de grote pizzabaas mij als concurrent zouden zien. Ja. Wauw, oké. Okay. Ja. Die mensen die jij aangenomen hebt, die talenten. Ja. Ik begrijp dat normaal gesproken wordt er altijd gezegd, ja, we moeten meer een divers team hebben. Dan bedoelen ze altijd mee, we moeten meer vrouwen aan boord krijgen. Bij jou is het geloof ik net andersom, hè? Het is echt een groot kippenhok, joh. Ik word er helemaal, ik zei ook van, nou, als we nu dan nog één vrouw erbij, dat gaat gewoon niet meer. Dus we hebben nu ook de deur dicht voor vrouwen. Een anti-vrouwenbeleid? Ja, anti-vrouwenbeleid. Komen alleen nog maar mannen bij ons nu. Want hoezo krijg jij geen mannen binnen? Ja, ik geloof gewoon heel erg in de diversiteit van het team. Alleen, wij krijgen heel veel sollicitanten. Dus op één vacature krijgen we bijvoorbeeld wel 150 sollicitanten. En is toch 90% vrouw. En als je er dan 10 uitnodigt en die man die heeft net de verkeerde dag, ja, dan vliegt hij er natuurlijk ook uit. Ja. Het gaat wel om de beste. Maar waarom willen die mannen dan niet voor je werken? Ik denk dat ze dolgraag voor ons willen werken, alleen dat we ze gewoon nog niet gevonden hebben op de juiste functie. Ja. Dus we hadden nu ook social media en ik denk dat als wij straks meer richting CEO, CA, analisten, dat we dan de mannen ook aan boord krijgen. Maar, en waarom, want ik kan me ook juist voorstellen, je zegt, nee, wij zijn toch een beetje misschien een vrouwelijk product. Ja. Wij willen vrouwen aan de leiding van het bedrijf en overal zitten ze. Ik geloof ook dat dat voor ons in het begin echt de beste oplossing was, want we waren natuurlijk een niche. Als ik je net al zei, we willen gewoon de grootste worden, dus we moeten die mannen aan boord krijgen. Ja. Ze kunnen niet achterblijven. Komen ze ook als klant aan boord of is dit toch een typisch bewust eten, misschien iets meer voor vrouwen pizza? Onze strategie is dus wij verleiden de vrouw online. Zij koopt vervolgens de pizza, er zitten er 2 in de verpakking. Zij schuift hem stiekem door naar de man en dan is de man ook verslaafd. Dat is het idee. Ja. Wauw. Ja. Ja. Hey, we hebben het vandaag over positief ondernemen. Ja. Wat denk jij daarbij? Positief ondernemerschap, ja, dat is voor mij gewoon gaan voor je dromen. Ja, en al het negatieve dan bij mij nemen. Ik mag zo dankbaar zijn dat ik hier nu ben, dus dan moet ik daarvoor gaan. En dan moet ik niet lopen zeiken omdat ik moe ben of dat het te druk is of dat we te goed gaan. Dus, nee. Supergoed, succes ermee. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay.